En de hokken maakte ik schoon, want het was, ik had dus tapijt op de grond. Maar die beesten die scheten natuurlijk. Dus dan deed ik met de stofzuiger van mijn moeder, maakte ik, op het tapijt maakte ik de hokken schoon. Dus dan had ik, en de vogels hadden lekker zachte ondergrond. En dat was allemaal naar boven. Ja. Kijk, als je dus naar boven kijkt, hè, daar, die twee raampjes, dat waren dus in principe mijn zolderraampjes van mijn zolderkamer. Daar heb ik dus mijn kamer gehad. En daar heb ik dus, ben ik dus elke keer hier met planken. Ik had allemaal planken gehaald en gaas. Dat ik hier. Mijn moeder zei, wat beter gaan we het doen. Maar ze kwam ook gewoon niet op zolder. Hè. Ze zei gewoon, ik zei, ma, 3 weken niet op zolder komen. Nou, mijn pa deed dat sowieso wel niet. En dan ben ik elke keer gewoon naar boven gegaan. Dus mijn moeder zag wel dat ik in één keer aan de voorkant van het huis sliep in plaats van op zolder. Ze zei, wat doe je toch? Ik zei, ja, ben boven bezig. En ik liep alleen maar met planken naar boven. En ik had gewoon, het was allemaal schuin. En dan had ik in het midden nog één smal paadje. En de rest waren allemaal vluchten. En daar hebben we ongeveer, denk ik, tussen de 80 en misschien 100 dwergpapegaaien gezeten daarboven. En het was warm daar. Dus daar had ik die raampjes over. En al die veertjes dwarrelden. Hier lag het vaak al vol met veertjes. Ja. Je ouders kwamen niet boven? Kwamen niet boven. Pas toen het klaar was. Hoop lawaai boven. Ja, op een gegeven moment was het klaar. En toen had ik tapijt mee. En mijn moeder kwam boven. Oh god, wat is dit dan? Ik zei, ja, ik zei, hier heb ik nou weer vogels. En die hebben daar heel de tijd gezeten. Hoe lang? En de hokken maakte ik schoon, want het was, ik had dus tapijt op de grond. Maar die beesten die scheten natuurlijk. Dus dan deed ik met de stofzuiger van mijn moeder, maakte ik, op het tapijt maakte ik de hokken schoon. Dus dan had ik, en de vogels hadden lekker zachte ondergrond. En dat was allemaal naar boven. Ja. En uiteindelijk hebben je ouders gezegd, ik kan niet meer? Ja, en toen zeiden mijn ouders van, nu is het klaar. Toen moesten ik ze allemaal verkocht. Toen ben ik dus naar de vogelmarkt gegaan in Weerslo. Ik zeg, verkoop ze allemaal. Heb ik ze allemaal verkocht. Toen ben ik dus meegaan, verkocht. En toen kwam ik terug, heb ik ze allemaal verkocht. Daarmee heb ik 1 grijze roodstaartpapegaai gekocht. Zo'n hele grote. Die had ik in een kartonnen doosje. En toen kwam ik hier thuis, vergeet ik nooit meer. En moeder zegt, ben je ze kwijt? Ik zei, ja, ben ze kwijt. Toen heb ik dus die doos op tafel gezet. Ik zei, ga even naar de kinderboerderij, even een doos halen. Ik kom zo terug. Maar ondertussen was die papegaai, had zich al het hoofd eruit gevreven. Moeder schrok zich rood. Dus die had 2 borden er tegenaan gehouden. Wat heb je nou weer gehaald? Ik zei, ja, grijze roodstaartpapegaai. Die hebben we heel lang hier gehad. Coco Druifje, bas school. Nou, zo ging dat de hele dag hier. Mijn moeder zegt, ik word gek hier, zei ze. Altijd is er wat. Ik heb te doen met je ouders. Ja. Nou, ze liet het gewoon gebeuren. Nee, ik zou het eigenlijk ook wel zo leuk. Ik denk, lekker vrij. Maar dit was wel heel vrij. Dat is echt ongekend. En dat vond ik echt heel mooi.